I am in love op dit jasje. Hallo, het is zaterdag, dus even een stukje vlog uit de onverwachte hoek. Maar ik wilde toch heel eventjes vertellen dat Bart eindelijk nieuwe kleding gaat kopen. Woehoe! Eindelijk? Ja, ik ga even mee om hem een beetje te stylen. Want we zijn toe aan iets nieuws. En waarom? Nou, je weet misschien nog wel van gisteren dat ik mijn hair extensions ging inzetten. En dacht wel weer even met mooi lang haar de komende 6 weken door het leven te gaan. Nou nee dus. Ik heb ze dus ook allemaal weer eruit gehaald. Dag extensions. Het was echt, ik werd wakker en ik dacht, het lijkt net stro. En toen ging ik Jola naar Turnen brengen. En toen deed ik mijn zonnebril zo omhoog. En toen bleef die meteen haken tussen al die extensions. En toen dacht ik, oh ja, dat was altijd zo vervelend in de zomer met die extensions. Nou ja, toen dacht ik, ja, weet je wat? Ik haal ze er gewoon uit. En toen begon Bart nog zo van, ja, maar je bent veel knapper met lang haar. Ja. Normaal niet. En toen zei ik, nou jij ook. Dus ga jij maar eens een keer nieuwe kleding kopen. Ja, dat zei je wel. Ja. Trouwens, ik zei zelf, ik ga nieuwe kleding kopen, want het is veel te lang geleden. Ja. Ik loop elke keer hetzelfde rond. Ja, maar zeker dat komt omdat je gewoon het doe ik het voor jullie, hè, dat ik niet elke keer hetzelfde. Ja, maar dat komt omdat je gewoon het bovenste van je plankje pakt. Ja, het onderste van mijn plankje, dat is 10 jaar oud. Ja, omdat het daar al 10 jaar ligt zo, ja. Precies. Oké, dus dat. En we gaan het gelijk gebruiken om weer even de kledingkast op te ruimen. Ja, we gaan even naar Zaandam nu. I am in love op dit jasje. En op jou. Oké, dit is het truitje van de Bershka van €15. De broek van de Zara is, deze was €29,95. Bart zei, je moet weer eens wat meer getailleerde dingen dragen waar je je taille in ziet. Nou, bij deze topjes die ik bij de Sting heb gekocht waren allemaal rond de €10, €15. Hier zit een soort glinstertje in. Ik weet niet of je dat kunt zien. Ik weet niet eens hoe die is als hij vast zit. Maar die dingen doe ik eigenlijk nooit vast. €35, jongen. Deze zit ook echt heel lekker. Van dit is wat denk je dat het is. Dus het is vies? Nee, voel is goed. Nee, dat is iets vies! Bart! Zat hij nog aan? Er was een banaan uit een tas. Nee, godverdamme, ik ga even mijn handen wassen. Niet kijk, schat. Nee, eeuw! Van dit jurkje, schat. Vet. €15. €15. Was normaal €40. Nou, dat was een beetje de kleding die we hebben gekocht vandaag. Bart heeft trouwens ook nog schoenen gekocht. Ik weet niet of jullie dat heel belangrijk of boeiend vinden om te zien hoor. Hup, schoenen. Nou, ik vind het wel heel erg bij hem passen. En lekker zomers. Hij heeft ook heel veel shirtjes gekocht bij de Sting. Echt heel veel. Gewoon lekkere basics, wat langere shirtjes. En een leerjasje, die hebben jullie gezien, die heb ik net gevlogd. En dan vind ik echt super leuk dat hij eindelijk een keer zo'n jasje heeft gekocht. En dan nu gewoon een keer een goedkoper om te kijken of hij het leuk vindt. En dan zien we hem wel en dan kunnen we altijd, als hij het echt leuk vindt om te dragen, kan ik altijd nog een keer een andere voor hem kopen. We gaan vandaag pizza eten. En dat is een beetje vandaag nog even pizza en morgen nog kip shawarma. En dan vanaf maandag, heeft Bart beloofd, ik zal het straks nog even op camera zetten met hem, want hij wil het zelf ook nog even zeggen. Vanaf maandag gaan we echt weer even super healthy aan de slag. Want zowel Bart als ik hebben toch echt wel een beetje... het is niet zo dat we onszelf echt dik vinden of wat dan ook. Dat eigenlijk helemaal niet. Maar we zijn wel gewend om wat meer in shape, zeg maar, te zijn dan dat we nu zijn. Vergeleken met hoe het was, zie je het wel. Dus we willen gewoon weer even lekker gezond er tegenaan gaan en veel gaan sporten en zo. Dus, althans, nee, Bart veel sporten. Ik gewoon lekker gezond zijn. En dat sporten, dat doe ik gewoon normaal, zoals altijd. Dus wil je dat nog even bevestigen met je biertje? Vanaf maandag ga ik weer volop gezond eten. Iedere dag minimaal 30 minuten sporten. Over het algemeen zal het gewoon een uur, anderhalf uur worden. Maar als ik echt helemaal geen zin heb, dan ga ik me er in ieder geval toe zetten om 30 minuten te gaan. Yeah! En dit kan ook niet meer dan. Oh. En we hebben allemaal nieuwe pizza's die we nog nooit gegeten hebben. Deze voor Dies. Oh. Kip curry heb ik. Oh. Oh, wat lekker. Oh, hij ziet er wel echt heel lekker uit. En wat heb jij genomen? Gewoon lawaai. Lawaai. Nee, ik heb helemaal geen lawaai genomen. Oh, ben ik wel benieuwd wat jij hebt. Oh, gadver. Dit is echt slecht. Maar die andere, wat is dat andere? Kip. Biologische kip. Met 3 soorten kaas. Oh, oh, dit is heet. Doe eens dit. Hier. Wacht, hier. Best wel een beetje heet. Niet heel erg. Oh, gaat ze stoer doen. Ja, ik heb je schoenen laten zien. Nee, ik heb je Birkenstocks niet laten zien. Want dat vond ik niet echt iets om heel trots op te zijn. Maar goed, als je het zo graag wilt. Bart heeft ook weer Birkenstocks gekocht, jongens. Ja, die andere waren helemaal stuk. Ja, en hij kan niet zonder Birkenstocks. Nou, dat valt ook wel mee. Maar goed, ja, weet je, we hebben allemaal zo'n dingen. Want ik zit hier zo nu bij. 0.0. Oké, ciao. Fijne avond. Doei. Fijne avond. Is het lekker? Totaal niet pittig, hè? Nee. Volgens mij is het jalapeno. Ik heb het daar gelegd. Ja. We gaan eindelijk verder met girlballs.